Ja, en daar staan we dan. Ik sta naast Jet Bussemaker, de minister, samen met Marco de Sousa, met Marwil Straat, onze zendermanager. Mevrouw Bussemaker, aan u het woord ter afsluiting van deze actie. Wat is de eindstand in euro's van de actie Klassiek Geeft? De eindstand is enorm. Die bedraagt namelijk 74.925. En dan kijk ik ook nog even naar Marwil Straat. Want hoeveel instrumenten zijn er gedoneerd? 1024 instrumenten. 1024 instrumenten. Wat een resultaat. Marco, eerste reactie over die instrumenten? Ja, het is ongelooflijk. Het is echt, ik zie al die kinderen die de instrumenten nu gaan spelen. Dus wij gaan volgende week beginnen met ze allemaal weer uitdelen. Ondertussen neemt Marco champagne. Champagne wordt uitgedeeld. En ik laat hem nog even staan. Ik ga zo aan de champagne. Confetti daalt neer hierop. Fuse is lekker aan het preluderen. Ze gaan zo lekker los. En we gaan heerlijk feest vieren in Vondel CS. Margriet. Ja, dank aan iedereen natuurlijk die heeft geholpen om Klassiek Geeft tot zo'n groot succes te maken. Alle luisteraars die op welke manier dan ook hebben meegedaan en hebben gedoneerd. Alle orkesten die met ons mee hebben gedaan. De muzici die vandaag hebben gespeeld en eerder. De mensen bij de inzamelpunten, de mensen die hebben gecollecteerd. Alle kinderen die hier zo fantastisch hebben gespeeld. Allemaal heel hartelijk dank. Ja, dank luisteraars. We gaan feesten hier met u, op u. Iedereen die heeft bijgedragen. En u hoort ze al, Fuse gaat spelen vanuit een warm en zinderend Vondel CS. Vanaf de finale, het slot van Klassiek Geeft 2016. Dank. Dank en een heel mooie avond. Een mooie avond nog. Dag.